We zijn om 7:30 begonnen toen het droog was. We moesten even wat technische zaken oplossen van het net repareren en proberen wat gaten te dempen. Echter, toen we daarmee bezig waren, toen de wedstrijden ongeveer 5 minuten bezig waren, kwam er toch weer een donderslag. En is gelijk besloten om de wedstrijden te staken. Het was niet verantwoord om door te gaan. Het was gewoon in verband met het onweer. Iedereen had er ontzettend veel zin aan. De regen op zich op dat moment was niet de demper. Maar het onweer, we moeten het zekere voor het onzekere nemen. We hebben geprobeerd om het schema aan te passen op woensdag en donderdag. Om de ploegen alsnog te laten spelen. Maar door verschillende oorzaken kunnen de teams niet volledig aantreden op woensdag dan wel donderdag. En hebben we de oplossing gekozen dat per wedstrijd in de beker de loodjes zijn getrokken en daarbij zijn doorgegaan de Tubanters, Zuid-Esmarken en Victoria. En die spelen volgende week maandag, 6 juni. Oké, okay. Ik hoorde nog dat er ook nog sprake was dat jullie misschien gedacht hebben om penalties te gaan doen. Ja, maar alsnog moet je dat buiten doen. Dan is dat niet verantwoord met mogelijk onweer. Ik bedoel, je krijgt die voorwaarschuwing en dan sta je ineens met je haren recht overeind. En ik denk niet dat wij daarmee in de krant willen komen. Veiligheid vooral is het deze. Scheidsrechters hebben, vind ik, ook echt bewust gezaakt. Oké, okay, nou... Het was zeker nodig. We hadden de regen overwonnen, maar het onweer, die af en toe dus nog tussendoor speelde, gaf de doodslag in feite. Jammer dat het begin van de tweede week weer helemaal in het water valt eigenlijk. Ja, de eerste dag vorige week was ook een waterdrama, zullen we maar zeggen, op zijn zacht gezegd. Dat is gelukkig nog geslaagd, want daarin speelde onweer gelukkig geen rol meer. Alleen we hadden toen ook wateroverlast. De wateroverlast is nu wat minder. Alleen de veiligheid, zoals ik al zei, met bliksem en donder, dan is het denk ik niet verantwoord. Dus we hebben helaas, want ik heb wel bij spelers gepolst, het gros van de spelers wilde heel graag ook op woensdag dan wel donderdag, maar er kon geen voltallig team neergezet worden. Dus verschillende oorzaken, helaas. Anders was het programma op woensdag en donderdag verder gegaan. Kees, mag ik je heel erg bedanken voor dit gesprek. Graag gedaan. Is goed. We spreken elkaar gauw weer. Ja, zeker. Bedankt. Oké, ja, dag. Goede avond. Ja. Even kijken. Ik heb twee Tubanters. Kees, moet je zeggen, en alles twee Tubanters. Oké. Alles twee Tubanters zit in deze beker. Mag ik de voorzitter van Zuid-Esmarken een balletje eruit laten halen? Het is moeilijk. Jij hebt ook weer naar voedsel kunnen doen. De bal die eruit gehaald is, dat is de club die doorgaat. Ja. Rappapa. De Banters gaat door. En terecht. De volgende wedstrijd. Mag die meneer van de Banters hier een balletje uithalen? De wedstrijd volgt door Victoria. En nog meer hier.
Voorzitter Udi. Waar is die? Hier. Willem. Bij de deur. Oh nee, hier bij de deur. Waar valt je? Voor de val. Nee, niet van de Riesgoed. Zo van de Riesgoed is gespeeld. Wordt er nog betaald door iemand of... Victoria gaat door. Ik zie alle kansen, hebben we de weg dan. Dat is het. Nou, eerst weet jij wanneer... Kees, Victoria gaat door. Wanneer worden deze wedstrijden gespeeld? Dat zijn dus kwartfinales, hè? Maandag. Ja, hij gaat in. De Balters komt op maandag 6 juni. Zo gelijk verwerken. Ja. Zuid-Westmarken. Ja. Dus het wordt de wedstrijd LSV. Oh, sorry, de Tubantes tegen Zuid-Westmarken. Tubantes tegen Zuid-Westmarken? Ja. Is dat wel een kindje? Oké. En nummer 3 is Victoria, moet ook op maandag spelen. Ook op maandag. Die komt. En, daarvan is de winnaar nog niet bekend. De winnaar is nog niet bekend, maar je moet Achilles op... Sportlust. Maandag, hè? Maandag. Oké. Okay. Goed. Maandag. Dan hebben we er dan nog één. Ja, Zuid-Westmarken. Ja, maar die andere moet nog aan de winst. Oké. Dat is geen domme ding hoor. Allemaal duidelijk. Ja, maar wel. Drie. Winnaar van de eerste wedstrijd. Ja. Nou, de beker maakt weer. Maandagavond.